Zijn jullie er klaar voor? Precies 1 jaar geleden, mei 2018, werd ons land geteisterd door een desastreuze terreurcampagne. Dreiging met zenuwgas, een bom in de koffer op de Dam, duizenden doden, chaos, paniek. Met z'n allen voelen we nog steeds de gevolgen van deze ramp. En nu, 1 jaar later, blijkt dat de premier in de vlaag van wraak de verkeerde stad in het Midden-Oosten heeft laten bombarderen. Vandaag praten wij met het Tweede Kamerlid Bertus Wagenaar, die een onthullende reconstructie heeft gepubliceerd over die verschrikkelijke maand in mei 2018. U bent vandaag uit uw fractie gezet, op staande voet. Waarom? Het rapport ook gekregen en daar staat nogal wat. U beweert bijvoorbeeld dat wij de verkeerde hoofdstad hebben gebombardeerd. Verder wat over. Er zijn 3 verschillende leases. Je hebt financial lease, de auto is dan in uw bezit, dus heeft u recht op een investeringsaftrek. Operational lease, de auto wordt dan alleen maar gebruikt, dus komt het niet op de balans. Of short lease, de auto wordt dan voor een korte tijd ter beschikking gesteld. Komt u verder? Ik zie het al hoor, het wordt een financial lease. Hey Patrick, wil je ook een bakkie? Ja, cappuccino. Ja, cappuccino, komt eraan. Kijk eens aan, alsjeblieft. Ja, dankjewel. Is er iets? Draag je dat altijd aan tafel? Het is gewoon een jurk, hoor. Er staat niets mis mee. Als wij samen gaan eten, heb ik liever dat je er netjes uitziet. Heb je niet wat anders? Natuurlijk heb ik wat anders. Nou hop, trek aan dan. Ben je doof? Trek alsjeblieft een andere jurk aan. Ik werk hier in deze buurt. Oh, oké. Wat doe je? Nou ja, ik werk hier dus in deze buurt als prostituee. Ja? Als wat? Als prostituee. Ja joh. Ja. Ja. Was dat het verleden waar je het er straks over had? Ja. Maar blijkbaar dus het heden. Of wil je er een verleden van maken? Waar zit die deuk dan? Mooie nieuwe auto heb jij, Jeroen. Dat is mijn auto niet. Was het maar zo. Het is niet jouw auto? Nee, het is niet mijn auto. Hoezo? En waarom hangen die dobbelstenen daar dan? Dit is een leenbus van de garage, omdat het oude barrel eindelijk eens gerepareerd wordt. En die dobbelstenen, weet je, die heb ik altijd mee in een auto. Maakt niet uit wat voor auto ik rijd. In een leenauto, Jeroen? Ook in een leenauto. Ja. Dus maar je had niet bijvoorbeeld nog 60.000 euro over ergens? Sorry? Waar doe je op? Kom op, Jeroen. Weet je wat? Zak even lekker door de stront, joh! Ik binnenkwam voelde ik me de regisseur in de ergste horrorfilm die nog gemaakt moest worden. Wij gaan echt mensen helpen en hij loopt natuurlijk een café in waar misschien wel 20 à 30 mensen zitten. Het is echt een hele goede secondlijn. Echt heel goed. CosmoFix is echt een hele goede secondenlijn. Echt heel goed.